om een idee te geven, Quarantainepolder en Europolder Noord, als we een aantal kilometers zouden optellen van droge infrastructuur en natte infrastructuur aangepakt is, opgeteld, dat betekent dat van hieruit tot en met Groningen op Saramaka is aangepakt. Dus aan droog en natte infrastructuur. Om een idee te geven. Want vaak hoort men van, ja, maar quarantaine waar het begint tot quarantainepolder einde daar, 6,1 kilometer. Maar al die wegen, kleidammen, die worden aangepakt. En de voorzitter heeft ook net aangekaart, voorzitters van waterschappen, over quarantainepolder, bepaalde van die kleidammen die bezand moet worden en beschelpt. En ook van Europolder Noord 1 en 3. 1 en 3 is al in voorbereiding. En van quarantaine kan ik gelijk aangeven dat met Sintek maandag die bespreking zal gevoerd worden. Zodat de landlords ook dat kunnen weten. Van. Het wordt zeker aangepakt. We kunnen niet de helft alleen uitvoeren en resteren niet. Ik ben bijzonder blij vandaag hier te zijn voor de eerste oplevering van quarantainepolder en Europolder Noord. Blij op de eerste plaats, omdat vandaag het heuvelfeit is van de voorbereidingen, zoals meneer nooit meer eerder heeft aangegeven, van 4 jaren. Om vandaag daadwerkelijk de eerste oplevering een feit moet zijn. Maar aan de andere kant, de Sari Tjuzo. Sari, omdat Fos Nikonja, je stopt naar lijn 6, naar lijn 4. En je georiënteerd is naar lijn 4. 5 maanden terug, je bent door opleveren ook toe. Voor een kleidam dat je toe bezanding. En blijkt dat vanwege een mentaliteit van bepaalde boeren, van bepaalde ondernemers, van bepaalde agrariërs, dat een staat van een passie nono. Het is nou een sari eigenlijk. En lijn 6 had eerder, een paar maanden eerder opgeleverd moeten worden. En een stagnatie vinden plaats daarbij. Er zijn goede en minder goede aannemers, zoals meneer nooit meer het eerder heeft gesteld. Maar we gaan de moed nooit opgeven. We hebben het volste vertrouwen in de toekomst voor Sanang. We hebben het volste vertrouwen in de regering die zie. En wij als ministerie, we hebben opdracht voor de president van de Republiek Suriname, de heer Desi Bouterse. Dat in de toekomst Suriname moet strong van voedselleverancier voor het Caribisch gebied. En wordt dit een belangrijke speler ook toe voor heel groot tafel. Een mindshift moest Mickey ook doen, zowel bij de ambtenaren als bij de agrariërs. Dat investeringen die gepleegd zijn vanuit het ministerie van LVP. En nu amie amoni voor mij of voor ODL, voor meneer Albo. Nee, dat zijn jullie gelden. Jullie belastinggelden zijn wet aan investeren voor een duurzame oplossing in de agrarische sector. In dit geval een rijstsector. Maar even nog goed om. Naar investeren zou ook plegen. En we hebben nog zoveel te doen. Meer werken moet er nog komen. Bepaalde wegen moeten nog bezaand worden. Dus prefere voor dat money voor nog geen 5 maanden terug om te rehabiliteren. Dat om een pakdrappen aanbakken. Dan liever om te beginnen met een nieuw project. Zodat de traboeren ook toe. Kan op een verlichting ook toe in Asani. De kosten zijn hoog. Dat weten wij. Maar op zo'n manier dat we God op kleed aan moren, dat we passie waardoor we kan gaan pick-up aan de zo'n zand dat die kosten ook al moren.